Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe solo Team Deathmatch Nuclear hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Zoals je weet gaan we in deze serie proberen een nuclear te halen in Team Deathmatch op Black Ops 2. Vandaag spelen op de map Cargo, die ik al een lange tijd niet meer heb gespeeld. En dat komt omdat ik het gewoon geen chille map vind. Dus als die bij de foto's komt te staan, dan foto ik er nooit op. Maar vandaag gaan we toch echt spelen. M27, Quick Draw, Adjustable Stock en een Silencer, UAV Count, UAV en Orbital Visa. Dus kom maar op. Teammates, niet meer achterna lopen, want dan gaan jullie waarschijnlijk dood. Blijf weg bij me. Nee. Oprotten. Oké, nou, loop dan maar lekker achter me aan. Ik ga hier in ieder geval, oh shit, omhoog lopen en ga dood. Wat de heck? Oké, ze gaan in ieder geval niet dood, die enemies. Dus het is even opletten dat we wat meer kogels in ze proppen dan we normaal gesproken moeten doen. En dan gaan ze dus wel dood. Gewoon lekker doorschieten in de hoop dat ze dan wel doodgaan. Daar zit er nog eentje bovenop. Jij hebt de lul. Oké, als we nu meteen de UAV kunnen halen, komt het goed. De teammate heeft die kill. Dan ligt er daar nog eentje. Even kijken of die ook meteen kan pakken. Want we moeten de UAV hebben. Nog 1,5 kill. Dat zijn er in totaal dus 2. Want je moet altijd naar boven afronden. Want anders krijg je hem sowieso niet. En daar loopt er ook nog een. Jij bent dood. Oké, UAV. Dat is 1. Nu de rest nog. UAV is 1. Count UAV is 2. Orbital Fist is 3. En die hebben we nodig. Hier zit er eentje helemaal achterin. Ik weet niet of die kan killen. Ja. Zit er ook nog een boven hero. Ik heb in ieder geval een count UAV nu. Teammate, heb jij hem? Goed zo, teammate. Lekker. Lekker. Kijk uit, teammate, want ik wil langs je. Oké, nu moet er een nuclear drop. We zijn pas 10 kills gemaakt en ik heb een count UAV al binnen. Dus ik heb volgens mij al 5 kills binnen. Dus het gaat goed zo. Even kijken of er niemand via die zijkant komt, want dan ben je ook de lul. Mijn UAV is alweer uitgewerkt. Lekker handig is dat altijd. Hier ligt er een op de grond. Oh shit, in mijn rug. Oprotten. Zit hij nog steeds in mijn rug? Ik vertrouw het niet. Wacht even, jongens. One second, want niemand heeft een UAV hier. Ik zei het je. Godver de godver. Teammates, alsjeblieft. Hoeveel kills zit ik? 8. 8. Ja, friendly UAV. Hè? Ik zat er gewoon op te wachten. Hè? Want zonder de UAV kan je niet zoveel in Team Deathmatch. Komt er nog eentje achteraan rennen. En jij bent ook dood, alsjeblieft. Kom maar, kom maar. Kom maar naar boven. Kom maar naar boven. Of teammate, pak jij hem. Teammate? Ja? Goed zo, teammate. Hè? Jongen. Hoe intensief is Team Deathmatch altijd, man? Dat is niet normaal meer. Ja, dankjewel. Oké. Nog 2 kills en hebben we een Orbital Visa. Dus die wil ik even halen. Kutzooi. Rot op, alsjeblieft. Oh, ik heb nu al de orbital. Nice. Hè? Oké. Woe! Intensief dit, man. Oh, nee, ik ben geïmpied. Ja, hoor. Ik ben geïmpied, dus ik heb niks meer aan mijn orbital V-set. Altijd moet ik die bullshit op mijn kop krijgen. Al die fucking tijd. Ik wacht even totdat die EMP is uitgewerkt, want ik kan nu toch niks. Oké, EMP is uitgewerkt. Dankjewel. Even hier. Kom naar beneden. Woep! Even er tussendoor. Komen hier 2 aan. Dat is 1. En dat is 2. Dit gaat heerlijk. Dit gaat goed. Rootless. Jij bent ook dood. Stand er boven hier, want er komen er heel veel aan. Let's go. Concentratietijd van Jan. Je weet zelf, jongens. Hij concentreert zich niet vaak. Maar als hij het doet, dan gaat het altijd verkeerd, jongen. Altijd als ik me concentreer, gaat het verkeerd. Al die fucking tijd. Ik ga me gewoon niet meer concentreren als ik Call of Duty speel, want het gaat toch altijd verkeerd. Ik moet gewoon lekker blijven lullen. En ik moet me niet gewoon focussen op dat spel. Want altijd als ik me focus op dat spel, ga ik dood. Dus ik kan denk ik beter gewoon slap blijven lullen. En gewoon niet denken aan die nuclear. Ik denk dat het dan wel gaat lukken. Maar we kunnen hem nog halen. 40 kills zijn er gemaakt. Ik heb nu alweer een UAV binnen. Dus nu gaan we snel. Als ik die kan killen. En als ik die ook kan killen. Nee, oké. Laat maar zitten. 25 kills. En dan moeten er nog 33 worden gemaakt. Zit de pokje erop. Dus ik kan... Ja, ik kan hem denk ik al niet meer halen. We kunnen nog wel even proberen een rootlessje denk ik binnen te halen. Maar ja, die nuclear. Dit is gewoon scheid. Waarom altijd als ik me concentreer moet ik doodgaan op van die scheidmomenten? Het is altijd... Nee! Ik loop... Wat? Ik zag hem niet! Wat een kutcamper! Ik zag hem niet zitten, man! Zat hij daar serieus al de hele tijd? Ik zag hem staan op mijn UAV, maar ik dacht die zit er verder achterin. Zit hij daar nou serieus nog steeds? Is dat hem? Nee, nu is hij weg. Ah, kut. Ik dacht misschien zit hij er nog steeds, maar nu was hij opeens weer weg, hè? Ja... Ik ken die campertjes wel. Die maken een kill en dan gaan ze snel weer van de campspot af. En dan gaan ze snel weer een nieuwe campspot zoeken. Maar deze vent was wel echt gewoon een pro-camper, man. Oh joh, dat was echt een awesome spot. Zitten ze nu weer daarboven. Jongens, stomme snipertjes altijd. Ga lekker rondlopen met je sniper. Een beetje quickscopejes maken en niet ermee gaan lopen campen. Dat is natuurlijk niet leuk. Ga lekker rondlopen. Kijk, hier zitten ze met shock charges en bouncing betties en de hele mikmak te campen. Dat is 1 en er zit er nog eentje bij. Maat, kom je ook op me af? Ik weet dat je hier zit. Ik weet niet waar die zit, maar hij zit... Daar! Stomme camper, heeft hij nog een shock charge. Lekker, jongen. Jij bent echt goed, ga zo door, jongen. DSR, geef me je DSR. Dank u. Hij heeft nog variable zoom op zitten ook, alsjeblieft. Ah, kut variable zoom, even inzoomen, zo. Ik vind die variable zoom altijd zo kut, want je moet minimaal één keer inzoomen, anders schiet je...
veel te ver met je scope van al die enemies vandaan. Dat zuigt natuurlijk. En ja, dankjewel teammate. Graag gedaan, Jon. Alsjeblieft, jongen. Wop. Quickscope is echt makkelijk op Black Ops 2. Maar je moet wel altijd een beetje geluk hebben erbij. Anders werkt het sowieso niet. Teammates, hebben jullie ze allemaal dood? Ik sta 35-3 op het moment. Die nuclear die zit er al niet meer in, omdat het potje te snel voorbij is. Maar weer gaan we op zo'n naaie manier dood, hè. Elke keer weer gewoon. Hier, ik heb nu een orbital visit met quickscope, man. Kom op. En dan ga ik dood door zo'n knife-ventje die altijd mij weer moet hebben. En oh shit, een nade. Ah, ja, oké, okay, laat maar zitten. Ik kreeg een nade op mijn hartjes, dus ik moet wegrennen. Maar ja, dat gaat niet meer lukken als je geen stamina meer hebt, want dan kan je niet meer rennen. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb 2 orbital visits gehaald. Een 19 streak. Makkelijk hadden we die nuclear binnenhalen, maar ja. Ja, weet je. Fuck it. Volgende keer beter. Ik vind het allemaal wel best. Alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft, jongen. 42-4. We hadden makkelijk de nuclear kunnen halen, maar het is gewoon steeds... Of ik krijg een counter UAV op mijn kop, of ik krijg een EMP op mijn kop, of een enemy moet geluk hebben dat hij me kan killen, of ik ga me te hard concentreren waardoor ik weer dood ga en waardoor ik weer verkeerde beslissingen ga nemen. Dus als we deze serie gaan doen, en we blijven ermee doorgaan, wat we sowieso blijven doen, dan ga ik me niet meer concentreren en blijf ik gewoon slap lullen. Want je zag het nu ook met die sniper, ik zat me niet te concentreren op die quickscopes en bam 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 bam, orbital visit, klaar. Dus het punt is, ik moet me niet gaan concentreren, dan haal ik waarschijnlijk wel die nuclear. 19 streak hadden we gehaald, helaas geen nuclear, maar dat maakt geen ene reet uit. Bedankt voor het kijken mensen, vergeet me niet te liken en tot die volgende keer. Maar weer, adios amigos en bye bye. Woop, 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 woop.